Op het eerste gezicht ligt het Grevelingenmeer er prachtig bij. Zo lijkt het water er mooi schoon en helder uit te zien. Toch is het onder de waterspiegel heel anders. Enkele plekken algen op het water verraden dat de waterkwaliteit niet naar behoren is. Duikers zien al enkele jaren de kwaliteit van het water hard achteruit gaan. Zo ook duikinstructeur Henk van Ielen, die al meer dan 10 jaar in het meer duikt. En Henk, wat gaan we verwachten nu? Veel leven, krabben, kreeften, garnalen, visjes, platvissen. Maar dat is allemaal tot 12 meter? Tot 12, 13 meter is dat inderdaad. En daaronder? Dan krijg je een stuk waar het wat minder is. En vanaf een meter of 18, 19 is het compleet dood. Speciaal voor ons heeft Van Ielen onderwaterbeelden gemaakt. En zoals je ziet, tot 12 meter is er nog voldoende leven onder water. Maar kom je dieper, dan houdt het op, merken ook andere duikers. Inderdaad, vergeleken met vorig jaar, een stuk rustiger. Ja. Een stuk minder leven. Dat is waar. Wat vindt u daarvan dat dat gebeurt? Ja, heel erg jammer. Ja. En dit zijn beelden van onder de 12 meter diepte. Zoals u ziet, weinig tot geen leven. Duikinstructeur Van Ielen heeft wel een idee waarom het onderwaterleven hier uitsterft. Het is heel lang koud water geweest en daarna is het ontzettend snel opgewarmd. Dus daar is het misgegaan, zeg maar? Dat vermoed ik, want het is dit jaar extreem. We hadden op het wrak aardig wat leven en in 1 week tijd was alles dood. Zo, dat is echt wel heel triest. Dat is heel triest. Ja. Rijkswaterstaat is bezig met een oplossing voor het probleem en heeft een plan gemaakt om de Brouwersdam open te breken. Hierdoor komt er weer opnieuw getijden in het Grevelingenmeer. En kan er dus vers water worden aangevoerd, waardoor het leven in het Grevelingenmeer fors verbetert. Heeft voor- en nadelen. Voordelen, stroming en weer leven. Nadelen, je kan maar niet de hele dag duiken. Je moet weer op het getij gaan duiken. Toch hoopt duikinstructeur Van Ielen dat Rijkswaterstaat snel actie onderneemt. Want als er niks gebeurt, zal het gehele Grevelingenmeer onder water er alleen nog maar zo uitzien.